Laatst hadden we een wedstrijd. Ajax Feyenoord, het ging gebeuren. Maar we hadden een scheids die de wedstrijd ging besmeuren. Hij floot echt voor alles, voor overtreding en buitenspel. Bij elke fluit moest hij poepen, ja de wedstrijd werd een hel. Overal lagen keutels, overal lag scheids. Het zou leuk moeten worden, maar het werd een shitwedstrijd. De scheidsrechter met een fluitje in zijn mond. Bij elke fluit komt er een keutel uit zijn kont. De scheidsrechter met een fluitje in zijn mond. Bij elke fluit komt er een keutel uit zijn kont. De scheidsrechter liep de hele wedstrijd rond. Met zijn broekje op de knieën, in zijn blote kont. Iedereen begon te schreeuwen, hou daar eens mee op. Maar toen gaf hij rode kaarten en zette de wedstrijd stop. En wat hij toen deed in het strafschopgebied. Iedereen die zag dat hij daar een keutel liet. Precies op de stip waar je een penalty moet nemen. De stront stroomde zelf langs zijn benen naar beneden. De scheidsrechter met een fluitje in zijn mond. Bij elke fluit komt er een keutel uit zijn kont. De scheidsrechter met een fluitje in zijn mond. Bij elke fluit komt er een keutel uit zijn kont. Wat er toen gebeurde was echt niet normaal. Hij poepte over voetbalschoenen van ons allemaal. Ze konden niet meer spelen, want ze gleden telkens uit. Er kwam steeds meer stroom bij, na elke fluit. De spelers zeiden nee, we voetballen niet meer. Toen poepte de scheids nog voor de laatste keer. Alle spelers begonnen van het veld af te lopen. Maar dat was best wel moeilijk, met al die stronthopen. Scheidsrechter met een fluitje in zijn mond. Na elke fluit komt er een keutel uit zijn kont. Scheidsrechter met een fluitje in zijn mond. Na elke fluit komt er een keutel uit zijn kont. Scheidsrechter met een fluitje in zijn mond. Na elke fluit komt er een keutel uit zijn kont.